Mip, mip. Mip, mip. Oh. Ik heb mijn tweede stem. Oh my god. Wat? Dit is echt het meest genaaide walrijtje ooit, ouwe. Jongens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag zit ik hier samen met Ryan. Hoi. En Yuri. Hoi. Hoi, ik heb geen turbo. Oh, dat is een beetje jammer. Nou, ik word meteen al door iedereen ingehaald, want er racen natuurlijk ook heel veel kijkers mee. En wat we vandaag gaan doen is, we gaan weer 3 races in totaal racen. Dus vind je dat leuk? Ram natuurlijk zo'n kaart op blijven, dat zou ik heel erg gaaf vinden. Ik rij vandaag in de nieuwe supercar, de Soruso. Ik dacht, ik ga hem een keer bijpakken. Dat is een nieuwe, 2,8 miljoen kost die. Oh! Oh, ik ben beter de boy. Ja, ik ook jongen, maar die bocht, je kan daar niet op remmen op die platform. Oh, en ik mis de checkpoint nog. Doei Ryan! Oh, ja. Doei! Ja man, ja, we reden precies hetzelfde, ja. Ja, maar je kan op die platforms niet remmen, dat is zo lastig. Maar, als je het leuk vindt, ram dat natuurlijk subscribe op lijn op, zou ik heel erg gaaf vinden. Als wij vandaag voor de... Wacht heel even, ik moet even de walrijd halen en dan kom ik bij je terug. Nou, ja, blijven praten, hè? Ja, ik blijf rustig praten, maar ik moet me wel even concentreren. En ja, mijn camera die zit helemaal aan de verkeerde kant, nu niet meer. En ik heb hem. Als wij vandaag voor de... Ik sta vijfde, dus ik vind 5000 duimpjes mogen wel een mooi aantal. Het is heel erg veel. Maar als jij nu op die like-knop ramt, dan word jij in de volgende race dat je meedoet met ons eerste. En dan krijg je een ereplek in de video. Ja, ja. Ja, nee, ik had die lantaarn al niet geraakt. Ja. Niet mij de schuld geven. Nee, nee, nee. Dat waren die gasten voor me, Ryan. Dat zou ik ook zijn. Ja, ja, dat zei ik ook, ja. Dat is zo'n stomme antwoord als iemand dat zegt, joh. Net zoals, oh, wat is het ook weer? Daarom. Dat is ook zo'n heel stomme antwoord, maar ik weet het niet meer. Nee, ik weet het niet meer. Laat zitten. Oh, remmen, 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 remmen. Nee, nep! Dat is hem! Ja, dat is hem! Als iemand zegt, oh echt? Nee, nep! Dat is zo stom, jongen! Houd dan gewoon je mond! Of zo is het, oh! Nee, nep! Of waarom? Waarom? Ja, ja, precies! Oh, dat zijn zulke stomme antwoorden. Ik moet je zeggen, hè, deze nieuwe auto die doet die walrijd wel goed, hoor! Ja, alleen bij hij plakt zichzelf goed vast. Nou, haal je me in dan? Nee. Nee, je ligt nog steeds achter me, dus maar ik doe het sneller dan dat jij het doet. Ik heb hem alweer hoor, Ryan. Ik heb een kapotte engine. Het is een nieuwe supercar en ik moet je zeggen, hij doet redelijk mee met de rest, maar... De Fagner die blijft natuurlijk wel gewoon eigenlijk het snelste, maar dat komt puur door de bochten die hij kan maken. Deze auto slipt als je een randje pakt nog redelijk weg. Dat is eigenlijk niet wat je wil hebben, maar hij houdt het wel redelijk bij. Want nee, ik word derde. Nee, 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 ik wil mijn bronzen medaille hebben nu ook. Ik wil brons hebben. Ja. Geen goud, geen zilver, nee, brons. Ja, nee, brons is veel mooier. Ik moet je wel zeggen, weet je wat ik vroeger altijd had? Nou. Ik vind een gouden medaille mooi, maar ik vind zilver mooier. Dus ik werd liever vroeger tweede dan eerste, want dan kreeg ik een zilveren medaille. Dat vond ik mooier. Dat is heel erg, ik weet het, maar ja. Brons vind ik weer echt heel erg lelijk. Maar ik vind, ja, ik vind zilver mooier dan goud, het spijt me. Dan ik denk dat ik echt de enige ben, dan maar... Dan koop je een speetbus. Ja. En dan ga je het overspuiten. Ja, die, gewoon een zilveren spuitbus over je gouden medaille. In ieder geval, race nummer 1 zit erop. Wij zijn allemaal gefinished, helaas hebben we er wel wat kijkers in DNF. Maar dat is niet erg, want we gaan door naar race 2. Race nummer 2 gaat van start en het is weer een vanoudse parcoursrace. Dus succes achter me. Ja, ik ben benieuwd, daar gaan we. Dit is met de Easy Sport, geen idee wat Ryan aan het doen is. Oh, pas op, remmen, 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 nee, remmen, remmen, remmen. Nou, ja, voor mij, oh, mag je volle gas. Oh, dat is weer over de daakjes. Het is weer over de daakjes. Die kennen we. Nee, deze race ken je niet, Ryan. Nee, zijn net te kennen. Het is allemaal van dezelfde maker, die parcours race. Die maakt er heel, heel erg veel. Dus dankjewel, want wij kunnen ze lekker rijden namelijk. Ik vind het niet erg. Ja, en die Easy Sport die trekt zo snel op, jongen. Dat is niet normaal. Rustig over de randjes. Oh, ik ga hier volle rustig gas. Rustig over de randjes. Nou, ik zou het niet doen, want dan val je er vanaf. Je zegt overal dat je volle gas gaat, maar nog steeds lig je achter me. Dus ik weet niet waar je dan precies mee bezig bent, maar dat gaat niet zo heel erg goed voor jou, hè? Met gas geven. Hey, jongens.
Oeh. We moeten echt goed oprijden, want als je er half naast zit, als je er oprijdt, dan val je er sowieso vanaf. Ja, je kan dat volle gas doen, hè. Oh, dit is vet. Oh. Dit is vet, maar hoe moet je dit doen? Je moet van buis naar buis springen. Ja, ik ga niet erin, hè. Ik doe dat volle gas, hoor. Hoe moet je dit halen? Ik ga er overheen. Maar wacht. Huh? Dit is toch easy? Oh, ik heb hem! Je moet naar beneden springen! Ja? Nee, ik heb hem al door. Nee! Ja, ik heb hem, ik heb hem. Ik heb hem, nice. Ik had hem door. Ik wist heel even niet hoe je dit moest halen, maar... Je moet naar boven rijden, dan naar beneden rijden en dan spring je eigenlijk naar beneden toe. Naar beneden aimen. Ja, je moet naar beneden aimen inderdaad. Je ziet wel dat we Call of Duty spelers zijn, hè? Naar beneden aimen. Hey, ik sta eerst, nu niet meer, want hij haalt me weer in natuurlijk. Wat is dit ja, dan? Maar ik ga steeds te hard in die buis. Ik kom telkens even bij. Wacht, iedereen aan. Rijdt hier volgens mij verkeerd. Volgens mij moet je gewoon rechtdoor door dat bord heen. Ja! iedereen rijdt verkeerd, joh. Ik wist ook even niet waar ik naartoe moest, ja, maar... hoor. Nee. Door de emanation bordjes. Gas erop, jongens. Oké, dan gaan we weer over het randje. Hoe gaat dit? Insturen. Ja, Ryan. Je ging het vol gas doen, dus rijden. Ja, maar daarnet haalde ik het hele tijd. Hoeveel sta jij, Yuri? Ik sta 9e, ik heb Ryan gehaald, dus dat is al... Oh, lekker bezig. Het is zo leuk, ik vind het echt zo'n leuk autootje, jongen. Hij heeft zoveel kracht, dat is niet normaal. Net zoals ik. Ja, ben ik zeker. Dan zou ik hem even een zetje geven als ik jou was. Ik heb looping! Hem! Oh! Van een looping in een goal, dat vind ik wel lachen altijd. En dan kan je meteen weer doorrijden. Looping. Dit is goed sturen, dit draait alleen maar om stuurwerk. Gaat allemaal goed. Abort mission. Alles onder controle. En we hebben hem weer. Ah, die stomme dunne randjes, man. Oh, oké, vol gas. Ik lig 4e, ik zie ze hier allemaal voor me rijden. 1, 2 en 3. Ik zie ook iedereen voor me rijden. Ja, dat heb je als je laatste ligt, hè. Als je te ver laatste ligt, dan zie je het niet meer rijden. Dan liggen ze ver voor je namelijk. Alright, de buis in. Ik vind het echt leuke parcoursjes, man. Hij maakt ze echt serieus goed namelijk. Oh, wat remmen! Is dit? Wat is hier allemaal gas? Oh, er rijdt iemand naast. Ja, ja. Er is één iemand afgevallen. Nou, dan sta ik nu 3e. Wat zeg ik, als zij één foutje maken en ik maak die fout... Ja, hij heeft me alweer ingehaald! Ik viel er 3 keer bijna vanaf, jongen! Ja, nu, ah, oké, okay, dus dit is oké, okay, ja. Dat is weer een beetje jammer, dit. Ik kom op je ingelopen, hè. Nee, ik ben er ook naast. Ja, je moet daar goed opletten met dat sprongetje. Ja, iedereen rijdt daar, hè. Iedereen rijdt vet dicht bij ons, volgens mij. Oh, dat is raar. Niet te hard, niet te zacht. Goed zo, awesome. Oh, ik ga nu de buis in, naar beneden. Oeh, dan lig je redelijk dichtbij nog, maar... En ik? Dan moet je wel echt alles in één keer halen. Nee, haal ik geen net echt 2 km/u te hard, joh. Oh, dan moet ik zeker weer helemaal opnieuw. Ja hoor, tuurlijk. Er zit geen checkpoint tussen. Oh, ik zie je rijden. Ik ga weer te hard, volgens mij. Ja, ik ga weer te hard. Je moet... Ja, maar als je te zacht gaat, dan kan je hem niet naar boven halen. Nou, omdat ik dat leuk vind. Je moet hem hier nog een keer doen. En ik hoop dat er dan de checkpoint zit. Hier ging ik er net naast gewoon. Nu deed ik hem rustig aan. Oh, ik durfde het niet meer. Oh, niet te snel, Jan. Rustig aan. Gewoon in 1 keer vol. Je zet druk op me, Yuri. Ja, ik wil gewoon voor je finishen. Ja, dat heb ik door, ja. Ryan die heeft zijn controle volgens mij al neergelegd. Nee. Nee, je probeert het nog steeds. Heerlijk. Ja, maar expand verkeerd. Ja, hier allemaal smoesjes komen er weer aan, hè. Naast het platform steeds. Hier faal ik heel vaak met dit soort sprongetjes, maar gelukkig is dit niet zo moeilijk. Als je moet sturen naar een ander schansje toe, dan ga ik er heel vaak gewoon naast. Ja. Hoi. Oh, mijn god. Doei. Nee. Ja, ik ga volle gas ook. Ik sta 14e. 14e, dat doen maar 16 mensen mee, hè? Ja, dat is geen. En waarschijnlijk is er 1 aan het plassen, dus... En dan sta je nog geen laatste, nee, dat klopt. Gaan we vol gas? Ja, doei.
Nou, dit auto is super zo scherp. Dus als je een kleine stuurbeweging maakt, dan zie ik je er meestal meteen naast gewoon. Nee. En nog steeds sta ik vierde, hè? Kom op, ik wil de bronzen medaille. Het liefste zilver, maar dat gaat hem denk ik niet meer worden. Nee, die laatste twee hebben me echt gehaald. Waar naartoe? Oh, zijwaarts. Nu sta ik echt helemaal laat. Oh, sta je? Nee, dan ben je niet rijden. Ja, ik zweer het je. Wat ben je aan het doen dan, bro? Nou ja, die auto is te groot. Kom op, IC, gas erop, jong! Ja, de verkeerde auto. Vierwielaandrijving! Er is al één iemand gefinished. Goed gedaan, Mike. Zolang ik geen DNF haal, is het oké. Ja, maar je staat laatste, dus dat wordt hoe dan ook een DNF, jongen. En ze zijn slecht, dus. Nou, je staat laatste, Ryan! Nou, niet. En dan zeg je, mensen zijn slecht! Nee, ik had een dipje in dit parcoursstukje. Ja? Dus je gaat nu de inhaalrace starten? Ja. Alright, fair enough. Mijn auto die slaat bijna af, joh. Zet hem in z'n één, mevrouw! In z'n één! Koppeling op, gas erop! Wat is zelf kon schakelen in GTA, jongen? Dat zou geniaal zijn. Ja, de meeste mensen zouden een engine opblazen waarschijnlijk. Ja, dat denk ik ook. Hoor je bij de start... Al die motoren kapot. Oh. Ja, ik word weer vierde. Wat kan dit nou? Oh nee, ik ben bij allemaal schaantjes. Ik zou een bronzen medaille hebben. Oh nee, ik sta derde. Er is iemand afgereden volgens mij. Bronzen medaille! Kom maar hier naartoe! Oh, dit meen je niet. Ik ging er nog bijna naast ook, jongen. Dat scheelde zo ontzettend weinig. Maar, twee keer achter elkaar heb ik... De bronzen medaille. Ik ga serieus een zilveren spray halen, Ryan. Ja? Ik ga echt mijn medailles overspuiten, want ik wil gewoon zilver hebben namelijk. Ik heb nog één kans en dat is in race nummer 3. Ik ga wel heel veel kijken waar Ryan precies rijdt. Jij finisht wel, hè, Yuri? Ja, ik win bijna. Ik zie de finish op de map. Ryan, waar ben jij? Ryan denkt ik ga even naar beneden toe. Ja, maar waar slaat het op? Kom op, joh. Je staat twaalfde. Je staat geen laatste. Nee, ik ben bezig met inhalen. Goed zo. Maar dit wordt sowieso wel een DNF'je voor je. Oh, ja, jawel. Kijk. Oh. Dan gaat... op zijn kop. Geen probleem. En hij landt hem. En ja hoor. Alright. Fair enough. Oh. Jij gaat hem gewoon volle vaart. Denk ze gek, jongen. Ja, het is fijn dan. Ja, we moeten nu overvliegen. En haar race. Ik heb het door, 11e nu. We kunnen in totaal 8 mensen finishen. Ja, hij rijdt verkeerd. Oh. Ja. Ja, op zich, je kan hem nog wel finishen hoor, want je bent er echt serieus bijna namelijk. Ja. Oh. gaat goed. Hier heel het zigzaggen. Kijk, die bent hier dan. Oh, moet ja, dat moet jij ook doen, dus zit hij me uit te lachen. Ja. Oh, maar jij gaat snel houden. Je valt zo stil. Je moet zigzag, want het gaat veel zo snel naar boven. Ik ben echt... Oh nee, je gaat de DNF krijgen hoor. 11e plek. Er kunnen in totaal 8 finishen, dan gaat de DNF lopen. Laat nu in de reacties weten of Rij gaat finishen of niet. Ja. Ik zeg nee. Ik zeg gewoon van je bel. Ik gun het Ryan. Ja maar, oh die rijdt eraf. Als die één foutje maakt, dan is het game over. Want hij ligt nog wel binnen de 30 seconden op plek nummer 8 namelijk. Die zie je nog op zijn mapje. Dus... Ja. Nee. Oh jij lucky bastard. De DNF's gaan lopen. Wat doe je, Ryan? Maar hij moet toch hierheen? Nee. Oh, hij landt er wel. Hij landt hem niet. Hij landt hem wel. Waar moet ik heen? Ja, hij gaat finishen. Hij gaat finishen. Oh, jij lucky bastard. Hij is nog een finish, Tokyo. Ja, oh, lekker hoor. Alright, fair enough. Degene die ja in de comments hadden gezegd, die hebben gewonnen. Goed gedaan. We doen nog één race erachteraan. Race nummer 3. De laatste race gaat van start. We zitten onder de wereld. En niet voor lang, want we gaan er nu onder vandaan. Hoppatee. Ik heb mijn prachtige Fagnusje er weer bij gepakt. Want ja, ik moet die zilveren medaille halen, jongens. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... Haal ik dit? Holy knetter! Ik knalde bijna tegen het rondje aan, joh! Ik kom onder de platform, is dat de bedoeling of niet? Echt? Nee, dat is niet de bedoeling. Ja! Ik sta eerste, doei! Kom op, gas! Vecta 3 heeft hier een van de snelst optrekkende auto's, maar die kan geen bochten maken, dus... Ja, je wordt inderdaad... Succes ermee. Ik kom onder de platform. Ryan die ziet het niet meer zitten, jongen. Nee, oh, ik...
Ik kom veel te hoog uit. Het is heel de tijd springen. Hoeveel laps zijn dit? Het is één lap. Het is letterlijk point to point. Goeie landing, goeie landing, goeie landing. Oh, nice. Oh, ik heb een speedboost gekregen. Doei jongens. Doei. Wie staat er eerste, hè? Wie staat er eerste? Als je deze wall ride faalt bij de way, dan is er echt iets goed mis met je. Dat is namelijk onmogelijk. Oké, laag uitkomen, want dan ga je meteen weer het platform op. Je moet eigenlijk niet te veel door de lucht vliegen, want dan geef je natuurlijk geen gas. Goed gedaan, Rijn. Rijn heeft de eerste stunt. Wij rijden rustig verder. Kijk, sommige mensen kwamen te hoog uit en die missen zelfs een checkpoint. Vagnertje, go! Ik lig nu gewoon derde. Maar ik wil eigenlijk geen eerste worden, want ik wil een zilveren medaille hebben. Mip, mip. Mip, mip. Oh. Ik heb mijn tweede stunt. Oh my god. Wat? Dit is echt het meest genaaide walrijdje ooit, ouwe. Zag je het, jury? Zo? Ja, ja. Iedereen is daar gecrashed, hè? Ik niet. die wallride staat, die staat verkeerd geplaatst. Dus als je hem in het midden pakt, dan kom je ertussen te zitten. Yo. Ja, maar dit vind ik niet eerlijk, hoor. Wie plaatst die wallride zo, jongen? Moet je kijken wat je echt even kijken. Ja, ik denk... Ik kan het niet eens zien. Oh, jawel! Rijn rijdt helemaal zijn eentje op de map. Ja, ik ben nu in die bus. Je bent een solo guy, jongen, jij. Ja. Heb jij hem wel gehaald, jury, eigenlijk, die wallride? Ik heb hem zeker gehaald. Echt? Ja, ik liet gewoon zien hoe het niet moest, hè? Ja, hij is ook vrij breed, hè? Ja, nee, maar het beginnetje, hè? Het begin om het beginnetje. Ik zag jou falen, dus ik denk, nou, laat ja, even andere beginnen. Tuurlijk weer, hè? Ik heb hem in één keer. Ja, omdat jij het wist, jongen. Ik vind dit weer zo jammer. Ik sta nu vijfde. Wrong way. Maar ik kan misschien nog mensen inhalen als ik echt een goede speedboost uit die landing kan halen. Want iemand is al gecrashed hier. Goeie landing, goeie landing. Oh, ja, nice. Oh, dat was jij die gecrashed was. Ja. Kom op, Vagnertje. Power. Ja. Kom maar, jong. Nou, ik sta vee. Oh, ik sta nog steeds. Doei, Yuri. Doei! Ik haal je nog wel in. Oh. Nee. Er komt er weer een aan. Hoezo ben je sneller? Dat is een andere Yuri die me inhaalt. Wee. Ik kom je halen. Kijk. Doei. Oh, ja, maar jullie zijn sneller, man. Waar moet ik heen? Oh, hij schakelde terug bij mij. De finish moet hier ergens komen, hoor. Waar moet je naartoe? Je moet gewoon de baan volgen, Rijn. Ah. Waar zit de checkpoint? Oh. Hé, hey, landen jullie hier nu? Ja, wij landen hier. Oh, hi, ik ben net... Oh nee, ik had een slechte landing! Nee! Kom op! Kan je die looping cheaten? Nee, ik had niks moeten zeggen! Nee, want hier is een finish! Nee, ik had niks moeten zeggen! Oh, je deed het puur omdat ik het zei, of niet? Nee, ik zat te kijken op de mini. Echt? Die oh, ik dacht, dit is mijn kans, joh, om te cheaten en iedereen in te halen nog. Maar nee, hoor. Oh, wat erg. We hebben nog wel één iemand ingehaald. Die deed wel de looping namelijk. Lekker genaaid weer dit, joh. Heerlijk. Oeh, hoeveel was ik nou? Vierde, ja. Je hebt een bronzen medaille gestolen, man. En nu heb ik een medaille. Ja, fair enough. Mag ik hem hebben? Nee. Oh. Ja. Het is mijn eerste medaille, hè? Nee. Ja, oké, fair enough. Je mag hem houden. Ik kom hem steken. Oei. Oh. Ryan? Ja? Een voordeel is, je bent geen laatste. Ik ben er wel bij. Een nadeel is, je hebt een DNF. Daar is de finish. Nee! Rijn heeft een DNF en daarmee zit deze video er ook weer op. Dus mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk subscribe. Dat blijkt dus ook heel erg gaaf vinden. Check natuurlijk mijn kanaal uit voor meer GTA content en de anderen die mee hebben gedaan. En hopelijk ook weer tot zo snel mogelijk bij een nieuwe video. Doei. Bye bye.